Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O. Rio. Ah! Maar ben je dan niet misselijk? Ben je met mij erin? Of ik er met jou in wil? Ja. Ja, is wel vet natuurlijk. Schoonzus en mijn schoonmoeder. En mijn schoonmoeder. Is het een beetje een leuke schoonzoon? Ja. Ja? Maar doe gewoon even... Nee, dat is veel erger. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Vandaag ben ik in Wassenaar. Het is hier de feestweek. Nu is het vrijdagavond en sta ik op het kermisterrein aan de Dr. Mansveldkade. Hier achter me is het touwtrekken bezig. Gaan eens even kijken bij de voorzitter hoe het daar gaat. En heel veel mensen interviewen of ze het een beetje naar hun zin hebben op de kermis hier in Wassenaar. Rudo! Oh, er wordt al lekker gedanst hier, zie ik. Wie zijn jullie dan, de touwrukkers? Ja, we zijn de beste. Ja, hebben jullie al gespeeld ook net al? Ja. Ja? En hebben jullie ook al gewonnen? Ja, ja, ja. Bijna. Wie is dan de sterkste in jullie team? Dat daar ook. Nou, kom op en winnen. Jullie komen ook gewoon hier uit Wassenaar? Nee. Waar komen jullie vandaan dan? Ter Aar. Oh ja, maar dat is wel die sterke plattelandsmentaliteit, hè? Mijn cameravrouw komt uit Hoogmade. Nou, dat zie je ook gelijk, toch? Ja. Daarom. Okay. We gaan even hier naar de voorzitter toe. Ja, we staan er weer. Dit is voor mij de tweede feestweek van Wassenaar. Vorig jaar was ik hier ook. Maar het is zo lekker dorpssfeert hier. Ja, dat klopt. Het is een formule die we al meer dan 100 jaar hebben. En mensen zijn natuurlijk meer gewend dan ooit. Maar dit blijft een aantrekkingskracht voor heel veel mensen hebben. Het is de variatie van het programma, combinatie van moderne dingen, moderne muziek, maar ook touwtrekken, kuipjes steken, morgenochtend vissen, morgenmiddag een expositie van klassieke auto's, om er zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uiteenlopende wensen in onze Wassenaarse achterban. Nou, we hebben natuurlijk een hele grote achterban, dat zijn de Wassenaarse kakkers tot de Wassenaarse niet-kakkers natuurlijk, hè? Exact. Wassenaar is uiterst heterogeen als je wat dat betreft kijkt. Maar het mooie is inderdaad, ik zie hier alles rondlopen. En het verbindt, ik zou bijna willen zeggen het verbroedert. Je hebt heel veel leuke ontmoetingen tussen iedereen. En met name door die spelletjes wordt dat versterkt. Hoe lang kom jij nou zelf al hier op de feestweek? Want je bent nu hier als voorzitter, maar ik kan me voorstellen dat je hier... Want ben je geboren getogen Wassenaar? Ik ben een allochtoon in Wassenaar, maar ik woon hier wel al 30 jaar. Inmiddels voel ik me echt Wassenaarder. Maar kom je hier dan ook al 30 jaar? Op deze week. Niet met deze intentie. Ik kom hier vanaf 2006. Ieder jaar actief. Maar is het dan veranderd in de loop der jaren? Ja, je ziet natuurlijk de opkomst van sociale media. Dat betekent dat je plotseling mensen van buitenaf kunt bereiken. En dat heeft voordelen, maar dat heeft soms ook wel eens schaduwkanten. Dat is een aspect dat is veranderd. Het is dus niet uitsluitend meer voor Wassenaar. Het trekt ook mensen van buiten de gemeente aan. Maar als je nou hier op televisie bij ons, er zitten mensen uit Zoeterwoude te kijken. Ja. Misschien mensen wel uit Teilingen of uit Zoeterwoude, Hoeksgeest. Waarom moeten die nou volgend jaar allemaal hierheen komen? Nou, uiteraard is natuurlijk iedereen welkom hier. Omdat ik zou zeggen, het is een heel mooi dorpsfeest. De kermis, wat we hier allemaal doen. Het is gespeend van commercie. Dit wordt opgezet en georganiseerd puur voor de wensen, de belangen. Van de Wassenaar. Het is niet dat... Wel met heel veel sponsors ook. Ja, exact. Dat is het mooie. We hebben in Wassenaar natuurlijk een actieve middenstand. Het zijn heel veel partijen die een steentje daaraan bijdragen. We hebben ook 600 betalende leden. Dus het is zeer breed gedragen. We zijn een vereniging met veel leden. En we zijn niet een comité die wordt ondersteund op geldelijke wijze door de gemeente. Dit is echt de kracht van Wassenaar die we hier deze week meemaken. Voor de mensen die nu zitten te kijken, de feestweek is al afgelopen dan. Maar voor volgend jaar, wat is de website? Dat is 3 keer W en dan WNOV.nl. Maar kijk uit, de feestweek is zeker niet voorbij. Morgen klassieke auto's, muziek, zondag prachtige ringsteken met paarden. Het is zeer gevarieerd tot en met zondagavond. Rio! Volgens mij sta je aan de verkeerde kant van het hek. Echt waar? Hoezo? Vind je mij zo sterk? Vind je niet dat wij er sterk uitzien? En ik eet ook heel gezond. Aardappels. Oh, een beetje zout erbij, een beetje mayonaise. Maar je ziet er wel hip uit, mooi gekleed, ja, mooie spijkerbroek, mooi blouseje, mooi sjaaltje. Ja, boerenzakdoek altijd, hè. Maar ben je zelf Wassenaarder? Ja. Hoe lang al? Ja, mijn hele leven al, hè. Ik woon nou op het moment niet, maar ik ben wel een Wassenaarder, ja. Waar woon je nu dan? Hazerswoude. Hazerswoude? Ja, ik kom altijd hierheen nog. Maar dorp of Rijndijk? Dorp. Nou, ik ben dus in Hazerswoude dorp opgegroeid. Oh, ik woon op de Westzijdeweg.
Ja, dag. Ja, naast die dierenhuis, met die vijver ervoor. Ja, van Meurs. Ja, maar daarnaast heb je een groot huis met de vijver. Daar woon ik. Nou, als je dan als je van jouw kant naar het dorp rijdt, dan heb je de kruising Westzijdeweg Bentweg en Westeinde. Ja. Als je nou morgen of zo op die kruising rijdt, dan zitten er twee huizen in de laagte. Ja. In dat rechterhuis heb ik 23 jaar gewoond. Oh. Daar ben ik opgegroeid. Oh, leuk. Dus ik verwacht eigenlijk wel, ja, daar zijn we niet met het televisieprogramma, maar ik verwacht jou 26 augustus dan wel op de jaarmarkt in Hazenswoude-Dorp. Soms doe ik het wel, maar ik, heel gek, ik ga altijd naar Wassenaar en voor. Mijn meisje die komt uit Voorschoten, maar ja, die... Ja, die is gevlucht voor de camera nu. Ja, daar heb ik niks van, hè. Maar wat maakt deze feestweek nou zo leuk? Ja, ja, dat is ook een beetje sentiment natuurlijk van vroeger. Weet ik, en ja, vroeg, ben je, heb je nog de catwalk daar zo? Dat heb je nog wel, maar ja, daar was ik misschien 10 jaar. Nou, dan zat ik de hele dag voor die catwalk. De hele dag erin. En dan, en dan de meisjes pakken, hè? Ja, ja, weet je wel. Maar we gaan niet touwtrekken dus? Nee. Nee, dat ga ik niet meer doen. Dat is, Ik zie jou over 2 weken in Hazenswoude, denk ik. Misschien wel. Rio! Maar als we nou dat touw hier aan vastbinden en jij zet de mensen achteruit. Ja, dan zijn ze allemaal fucked. Dan kunnen wij met z'n tweeën een team vormen. Zeker. Ik weet niet hoeveel kracht dat ding heeft. Ik ook niet. Genoeg. En wie ben jij? Ik ben Diana. En ik ben Rudo. Hallo. En kom jij zelf uit Wassenaar? Ik kom ook uit Wassenaar, ja. En is dan de feestweek iets wat altijd op het programma staat? Nee, niet meer. Vroeger. Maar er waren nu mensen die ik kende die moesten gaan touwtrekken. Maar waarom niet meer dan? Je groeit er een beetje overheen of zo. Ja, goed. Het is, je kan ook morgenochtend nog gaan vissen, hoorde ik net van de voorzitter. Oh, nou, kijk. Misschien is dat dan wel. Laat ik dat niet doen. Maar met wie ben je dan hier vanavond? Met mijn man. En familie. En allemaal bekenden die je tegenkomt. En allemaal bekenden die hier allemaal aan touwtrekken zijn. En wat moet ik hier nou nog meemaken vanavond? Is er iets op het terrein waarvan je zegt dat is leuk? Geen idee. Nee? Nou, dan ga ik mijn rondje even afmaken. Doe jij je rondje. Okay. Ja, veel plezier. Yes. Doei. Rio! Staat u te twijfelen om erin te gaan? Nee. Ik zei net tegen haar, als ik klein zou zijn, zou ik dit het einde vinden. Maar hadden we, ja, ik weet niet, dat is al even geleden dat u die leeftijd had natuurlijk. Maar wat was er toen op de kermis? Zweefmolen. Die zijn ook nog wel, toch, denk ik? Botsautootjes. Oh ja, dat is ook iets. Ik ben zelf opgegroeid in de jaren 80, maar botsautos waren er toen ook al wel, ja. En ik ben opgegroeid in de jaren 60. Ja, toen was de kermis nog wel wat anders, denk ik, ja. Nou, het was gewoon minder lawaai, maar... En de schiettenten, hè? Ja, maar die heb ik ook gezien. Oh ja? Ja, die staat... Dan gaan we nog wel even doen. Even foto's schieten. De blikjes gooien. Blikjes gooien, ja. Touwtje trekken, eentjes vangen. Ja. Maar ik hoor jou net wat leuk zeggen. Die zo'n foto schieten. Ja. Is dat jou ooit wel eens gelukt? Ja, heel vaak. Oh, zullen we dat gaan doen, Uzan? Ja, dat we even kijken of het lukt. Heb ik lopen opscheppen, hè? Ja. Ja. Ja, ik vind mij lukt het, als het je lukt, vind ik het sowieso heel erg knap. Ja, maar ik denk dat ik een beetje mazzel heb. Want als het nog maar net niet raak is, dan drukt degene altijd even op het knopje. Oh, ja, dus niet helemaal. Het is niet dan, helemaal. Hè? Nee. Hey, wat zijn jullie van elkaar? Vriendinnen. Oké, en jullie zijn samen hier naar de feestweek? Ja. Is dat traditie? Nee, ik woon hier nu een jaar. Oh, voor mij is het ook pas mijn tweede keer. Ik ben vorig jaar voor de allereerste keer hier. Nee, vorig jaar was ik er niet. Maar dit jaar... Zij zei, ik kom, ik vind het leuk. Ja, ik wil het even zien allemaal. Maar waar woont u dan? Ik woon in Doesburg, in de Achterhoek. Oh, dat is echt heel ver weg. Ja. Dus vandaag even naar het strand en 's avonds naar de kermis. En waar komt u vandaan dan? Overal vandaan. Maar waar heeft u als laatste gewoond dan? In Nijmegen. Ja, dus dat is ook niet in de buurt? Nee. Dus eigenlijk kennen jullie hier dus ook helemaal niemand verder dan? Nou, ik ben opgegroeid in Voorschoten. Oh, oké. Ja, dat is wel heel dichtbij hier. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. En als je gaat schieten, roep me, hè? Ja, doei. Rio! Ze wil niet. Wat, hè? Ze wil niet. Nee. Hier, kom mijn dochter. Kom er eens bij. Het is echt niet eng. Nee, het is niet eng, joh. Het is niet eng. Die camera is eng, maar ik niet. Maar ze is bang bij je voor camera's. Ja, maar dat snap ik wel. Kijk hoe mooi ze is. Maar jij zit waarschijnlijk wel op TikTok en op Snapchat en zo. Dus op zich is ze de camera wel gewend. Hé, maar hoe is het sfeertje in Wassenaar? Het is we hebben een beetje weinig mensen, maar wel gezellig. Ja, maar het is ook nog best wel vroeg op de avond, hè? Ja, nou ja, we gaan het aanzien. Wat ga jij deze feestweek verder nog doen dan?
Ja, we blijven rondlopen en we zien het wel. Maar morgenochtend vroeg is het vissen. Anders. Morgenochtend is het vissen. Is het zo? Ja, dat hoorde ik net van de voorzitter. Maar dat zal wel heel vroeg zijn. Is dat vroeg? Ja, dan denk ik maar meestal vissen. Maar we gaan morgen vissen. Ik hoor net, ja wel. Hé, wat heb jij gewonnen dan? Truffel. En waar heb je die mee gewonnen? Grijpen. Serieus? Hoeveel geld heb je erin moeten gooien voordat je mat? 3 euro. Oh, dat valt nog wel mee. Ja. En wat wil je nu nog doen? Wil je nog in de booster daar? Nee. Durf je dat niet? Nee. Nou, heel veel plezier. Ja. Rio! Ik zie nog een lach bij jullie op het gezicht. Hoeveel geld is er al ingegaan? Het valt wel mee. Maar ben je hier een beetje goed in dan? Niet heel erg. Nee, maar ik ben namelijk best wel verslaafd aan dit spel. Dus ik loop dan altijd een rondje. En dan ga ik eerst kijken welke wil ik. Maar welke wil jij? Sonic. En waarom die? Omdat die heel leuk is. Ja, ik zag daar verderop. Die mocht je denk ik niet. Of wel? Nou, die wil ik ook niet. Nee, die zou ik ook niet willen. Mijn cameravrouw wel, dus ik ga zo wel proberen om er eentje voor haar te hebben. Ja. Maar mag ik even mee kijken hoe je dit doet? Ja. Okay, gaan we dat even filmen? We gaan eens even kijken of het lukt nog. Zou nou leuk zijn, hè? Oh. Nou, succes! Ja, dankjewel. Rio! Naar wie staan jullie te zwaaien? Sorry? Naar wie staan jullie te zwaaien? Even kijken. Daar, met die handen in de lucht. Oh, ja. Oh, die zijn nog wel heel jong ook, of niet? Valt mee, 11 en 9. Maar wel stoer. Ja, wel stoer. Maar durf je er zelf niet in? Nou, ik sla me een jaartje over. Ja, hou het bij zwaaien dit jaar, hè? Ja. Veel plezier. Dankjewel. Rio! Wat hebben jullie vandaag allemaal al gewonnen? Nou, daar ligt het. En wat heeft dit gekost? Ik heb geen idee, maar dat moet je ook niet willen weten. Nee, dat denk ik ook niet. Maar want nu, waar zitten de kinderen nu in dan? Ik heb er daar eentje in. Ja. En de andere is met papa ergens. Oké, jij moet nu op de buiten. Ja, ik ben vooral op het speelgoed opletten. Ja. Nou, ik heb het zelf met mijn zoontje, die is 6. Ja. En dan mag hij dus ballen gooien. En meestal het uitkiezen van het speeltje duurt langer dan het gooien zelf. Ja, hij kan dus nooit kiezen. Maar überhaupt het ballen gooien met 4-jarigen is nog niet zo'n succes hoor. Nee, maar het is meestal wel altijd prijs. Dus dat dat scheelt inderdaad. Heb je zelf een beetje leuke herinneringen aan de kermis van vroeger? Nou, ik vond vroeger eigenlijk zelf vreselijk, dus nee. Het vreselijk? Ja. Oh, maar waarom dan? Ja, al die attracties. Ik ga ook nergens in. Ik vind alles eng. Maar dat vond je toen al? Ja. Dus als ik jou nu uitdaag om met camera in een attractie te gaan uitgaan? Nee, echt voor nog geen 1000 euro. Nee, vroeger had je dat programma op tv met Wendy van Dijk. Ja. Dan zeiden ze, ik heb hier 1000 gulden. Nee, echt niet. Nee. Weet je, dat heb ik ook. Al zou je mij in een bak met vissen zetten en je zou zeggen, loop naar de overkant, maar je moet wel door die vissen. Dat zou ik niet doen. Nee, ik ook niet. Dus ik herken het gevoel. Nee. Maar dan anders, zeg maar. Ja. Nou, pas jij goed op de spullen? Ja, ik pas goed op de spullen. Gaan wij weer verder. Is goed. Hey. Doei. Doei. Rio! Waar sparen jullie voor? Heel veel geld. Nee, maar wat kan je met dit? Ja, helemaal niks. Oké, dus je bent muntjes. Dit is gewoon heel erg zonde van je geld. Ja, maar toch doe je het, toch doe je het wel. Ja, je moet wat, hè? Maar wat is dit dan, wat je hier hebt? Komt dit op tv? Ja. Maar als je wil, kunnen we je een balkje geven, dan herkennen ze je niet. Nou, ik denk dat iedereen mij herkent, ook zonder balk. Oh, echt? Waarom ben je zo bekend in Wassenaar dan? Nee, helemaal niet. Kijk, er is daar iemand heel blij met de piemelknuffel, zie je dat? Oh, ja. Maar was echt een serieuze vraag. Waar spaar je nu dan voor? Ik kan niet verder komen als een aansteker. Dus, maar rook je? Ja. Nou, dat is dan weer mooi meegenomen. Rio! Wil ik aan jou wat vragen? Ja. Ja, ik was eigenlijk onderweg naar die mevrouw. Oh. Dat wist ze nog niet. Maar natuurlijk wil ik jou wat vragen. Waar gaan we het over hebben? Ja, wat je aan het doen bent. Oh ja, wat ben je aan het doen? Nee, wat jij aan het doen bent. Oh, wat ik aan het doen ben? Ja, ik ben mensen gewoon aan het vragen, want ik ben gewoon heel benieuwd wat mensen nou van de kermis vinden hier. Ja, leuk, want dat ding vooral. Ja, in Leiden heet hij de booster. Maar... We werken al heel veel keer in geweest. Superleuk. Ja, dag. Durf je dat? Ja, leuk. Maar ben je dan niet missen? Wil je met mij erin? Of ik er met jou in wil? Ja. Ja, is wel vet natuurlijk. Oh ja. Maar hoe vaak ben je geweest al dan? 2 keer. Hey, en wat heb je nog meer gedaan dan? Ja, schieten, alles. Maar ben je daar dan ook een beetje goed in? Ja. Hey, en wie is dat dan? Mijn broertje. Hey, wat heb jij gewonnen dan? Dit. Waarmee? Wat heb je gedaan? Eentjes vissen. Oh, en hoeveel eentjes heb je gevangen? 7. Oh, dat is wel goed. En dan kan je dus die beer.
Ja. En nu is het feest hier in Wassenaar. Wat gaan jullie dan dit weekend nog meer doen dan? Gewoon leuke dingen doen. Maar het is wel leuk als jij er even in gaat, dat je een beetje misselijk uitkomt voor die camera. Dat is wel leuk. Oh, jij moet regisseur worden. Ja, maar dan vind ik eigenlijk dat de camera wel mee moet. Want wil jij met mij? Wil jij met hem? Nou nee, dankjewel. Ik ben misselijk van. Buiten, wil je dat? Nou nee, dankjewel. Nou, misschien komen we je zo nog tegen en gaan we er nog wel even in. Ik ga naar huis. Oh, nou, dan volgend jaar maken wij een deal, ja? Ja, doei. Rio! Ga je? Ja, ik werd tegengehouden door die jongen, want ik was onderweg naar jou. Ik zag het, nou, dat vond ik heel gezellig. Maar ja, weet je, we gaan weer naar huis. Want ik wilde weten naar wie je aan het zwaaien was. Nou, mijn kleinkinderen. Dat is helemaal gezellig. Ja, leuk hè? Ja, helemaal leuk. Hoe oud zijn die van jou? Nou, ze zijn 15, ja, 10, 5 en 3. Ja, maar die van 15? Dit is, jij bent die van 10? Zij is van 10. Ja. Is het een beetje leuk, oma? Ja. Ja? Mag je altijd alles van oma? Ja. Bijna wel. Waarom, het is al best wel vroeg toch om naar huis te gaan? Ja, maar goed, die van 3 is aan de crash geweest, die wordt tot zat. En ik ben ook nog jarig, bijna, dus ook nog. Dus we gaan nu aan het gebak thuis met taart. Lekker, nou heel veel plezier, nou, we komen er zo aan. Nou helemaal, ja gezellig, ja. Rio! Durft u er nog in, meneer? Nee. Nee? Nee. Maar u staat er wel naar te kijken. Ja, nou ja, dat durf ik nog wel. Naar kijken durft u wel? Ja, dat durf ik. Mag ik vragen hoe oud u bent? Als hij het omdraait, 78. U bent 87? Ja, 86. En 86, u wordt 87 dan. En wat is er zo leuk aan de feestweek in Wassenaar? Ja, wat is er zo leuk? Ja, ik vind die kermis wel leuk en die activiteiten. Want u woont uw hele leven al hier dan? Ja. Maar kwam u als klein jongetje ook al op de feestweek? Ja. Maar toen hadden ze dit soort dingen toch? Nee, dat was een zweefmolen. En daar ging u wel in? Nee, dorst ik niet. En kennen jullie elkaar dan ook van de kermis? Ja, nou, niet van de kermis. We kennen ons uit het café. Want hoe lang zijn jullie al samen? 56 jaar. Dat is echt al een hele tijd. Ja, ja. Maar ook altijd ook in Wassenaar gewoond? Vanaf mijn vierde jaar altijd in Wassenaar gewoond, ja. En in welk café is dan de vonk overgeslagen? Huis in Den Deil. En wie vond wie leuk? Nou ja, ik weet het niet hoe het gekomen is. Weet u dat nog? Ja, maar zij werkte in dat café en ik ging er wel eens wat drinken. Ja, en dan komt van het een het ander natuurlijk. Ja. Nou, ik wens jullie nog een hele mooie week. Ja, dankjewel. Nee, een hele mooie avond. Super wat die gasten allemaal organiseren hier op de kermis. Ja, het is wel echt heel leuk. Ja, nee, de vereniging, en ik weer Oranje Vereniging, fantastisch. Zijn jullie ook lid van de Oranje Vereniging? Ja, natuurlijk. Kan niet anders. Als je in Wassenaar moet je lid zijn van de Oranje Vereniging. Ik wens jullie nog een hele mooie avond. Oké. Ja, dank. Rio! Wat hoor ik nou weer? Vind je er niks aan? Ja, ik vind het geweldig. Ja, ook wel. Ik vind het helemaal geweldig. Maar met wie ben jij op stap? Met wie ben je op stap dan? Met een vrouwlief, mijn schoonzus. En mijn schoonmoeder. En mijn schoonmoeder. Is het een beetje een leuke schoonzoon? Ja. Ja. En mijn schoonmoeder betaalt alles, dus ik ben weer helemaal happy. U betaalt ook alles vandaag? Ze trakteert. Alleen dat weet ze nog dat niet. Dat weet ze nog niet. Ze weet het je nog hebt niet. De pinpas zeker weer. En waar woon je zelf dan? Want ik hoor een klein Haagse accentje. In een huis. In een huis. Ja, daar ben ik wel blij. Leuk, Wassenaar. Wassenaar. Ja. Maar hoe kom je aan je Haagse accent dan? Uit Den Haag. Daar heb ik even gewoond. Waar heb je even? Heel lang. Hoe lang woon ik hier al? Een jaar of 30? Op Wassenaar? Nee, maar dat raak je nooit kwijt. Maar ik wil het niet kwijtraken. Ik heb dat. Ik woon zelf ook in Den Haag. En als je dan veel in Den Haag bent, dan krijg je een Haas accent. Maar ik ben ook heel vaak in Leiden. En als je dan de hele dag met Leidenaar gezeten hebt, dan praat je opeens weer zo. Dan praat je Leids, ja. Ja, dan ga je Leids praten. Hey, wat is nou het leuke aan deze week hier? Maar de feestweek is heel erg leuk. Het is voor de kinderen leuk, maar het is ook voor de volwassenen leuk. We kwamen hier als kind al en nu kom je daar. Later kom je daar met je eigen kinderen en nu ga je daar met je moeder een rondje lopen en poffertjes eten. Ja, leuk toch? Dat is toch hartstikke leuk? Ja. Nou, heel veel plezier nog. Gaat zeker lukken. En weer nog even een piemelknuffel, want dat is helemaal hot, heb ik geleerd. Oh ja, is dat zo? Wil je knuffelen? Is goed, kom maar. Rio! Nou, jouw haar zit wel goed. Dank je wel. Maar zijn haar? Nee. Zijn haar zit echt heel mooi. Ja, ik moet even mijn haar doen nog, maar ja. Maar doe gewoon even... Nee, dat is veel erger. Oh, ja. En maar wie ben jij dan? Bram. Jij bent Bram en jij? Ik heet Aya. En wat zijn jullie van elkaar dan? We zijn echt beste friends. Al lang? Nee, we kennen elkaar pas sinds vandaag. Jullie kennen elkaar pas sinds vandaag? Ja. Hoe dan? We zijn nu al best friends, omdat
vriendin van ons, die, ja, dan gingen we samen naar de kermis. Maar die vriendin die is weg inmiddels. Die wil niet op televisie natuurlijk. Ik denk het echt niet. Hey, en wat is jullie missie vandaag op de kermis? Leuke attracties doen. En wat is dan voor jullie een leuke attractie? Breakdance, die is echt top. Nou, dat is die met die, dat is met die stoeltjes. Ja, en wat... deze is ook leuk, daar word je nat. Daar word je nat? Ja, er zitten van die waterdingen in. Ja, dus dat moet je een beetje op het einde van de avond doen dan. Ja, als je weggaat. Dus, en hoeveel geld hebben jullie meegenomen naar de kermis? 20 euro. En jij? 5. Ja, maar dan kan je echt helemaal niks? Ja, dan kan ik één rondje. Alles is al op. Ik ben net op vakantie geweest. Waar ben je geweest dan? Ibiza. Oh ja, maar Ibiza is alles ook echt heel duur. Ja. Dus, hey, wil je nog iemand de groeten doen, want je bent nu op televisie? Ik doe de groetjes aan mijn vriendin. Oh. Loyal boy. Oké. Okay. Het is een loyal boy, maar hij heeft wel een nieuwe BFF. Ja, ik ben gewoon de normale vriendin hoor. Ja. Maar ja, ik ben naar Zwitserland geweest, mensen. En shout-out naar mijn mama. Ja, en volgens mij zit jij ook op TikTok, of niet? Ja. Nou, die doet echt lekker van die TikTok. Mijn TikTok is Barkie80 zonder een E. Barkie80? Zonder een E. Maar waarom die naam? Omdat ik het wel een leuke naam vond, want ik maak geld. Ik maak die moeda. Mijn TikTok ook. En mijn TikTok is Leuk Bram hier. Leuk Bram hier. Ja. Leuk Bram hier. Rio! Ik zag net dat u toch een kaartje had. Oh nee, niet schrik hoor. Het valt best mee. English. English. Yeah. I saw you bought a ticket. Yeah, for this, for my daughter. And you really like it or you do it for your daughter? She loves it. She loves this kind of thing, yeah. I'm not very keen on it myself, but no, but you loves everything it. For your daughter. Yeah, absolutely, yeah. Are you here on holiday? Or? Yeah. Yeah. I just saw your stuffed animal. Yeah. It's not really an animal, huh? Yeah. Can we see it? Yeah, mom. Mom. Mom, where is the animal? What kind of animal is it? It's one that you've never heard. It's a snake. It is a snake. It's a snake. Yes, sir. We learned it's a snake. Yeah. My camera wife wants also a snake. So I'm gonna try it for her. Tot zover deze aflevering van Rudo. Of het gelukt is met de snake, dat zie je in deze aftiteling. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.